Natuurlijk. Natuurlijk ben ik wel eens bang. En denk ik wel eens van, ja, misschien gaat die grap over de profeet Mohammed mij gewoon letterlijk de kop kosten. En heb ik niet meer lang. En als je daar zit in je hoofd, weet je, dan ga je ook denken van, ja, maar wil ik dan nog iets in dit leven? He, iets waar ik nog nooit van gekomen is. En ik heb erover nagedacht en ik heb iets. Geen bucketlist, ik heb gewoon één ding. Eén ding wat ik zo graag één keer zou willen meemaken en waar het er nooit van gekomen is. Ik zou zo graag één keer in mijn leven de honneurs willen waarnemen. De honneurs, ja. Ja, maar je kan niet op klaarlichte dag bij wildvreemde mensen aanbellen en zeggen: goedemiddag mevrouw, zou ik hier eventueel de honneurs kunnen waarnemen? Dat gaat niet. Je moet gevraagd worden bij honneurs. En ik ben er nooit gevraagd. Ja, ik vind dat gek, ik loop toch al een tijdje rond. Maar ik ben er nooit op een feestje verzeild geraakt. En de gastheer tegen mij zegt: Theo, ik moet een half uurtje weg. Zou jij heel even de honneurs kunnen waarnemen? Ja, nooit. En ja, ik vraag me af, waarom eigenlijk niet? Weet je, ligt het aan mij? Weet je, ligt het eraan hoe mensen mij zien? Zien mensen mij misschien toch te veel als een enfant terrible? Als een bon vivant? Een bohemien? Is dat het? Weet je, aan mijn motivatie kan het niet liggen. Weet je, ik wil het koet. Het is een idee fix. Maar je had me moeten zien, man. En dan ging ik weer naar zo'n feestje toe. He, gewoon op de Bonnefoy. Daar was ik continu op mijn kievieven. Ja, in de hoop dat ze me zouden vragen om de honneurs waar te nemen. Vroegen ze me niet, was ik weer dagenlang van mijn apropos. Ah, goed, en ik zit nu in een fase. Ja, het ging ten koste van mijn joie de vivre. Dat ik dacht van, ja, hè, mocht het er niet van komen. Ja, mochten ze mij nooit vragen om de honneurs waar te nemen. Zwa. C'est la vie. Ik weet het ook niet meer, man. Je had me moeten zien en dan liep ik daar weer rond op zo'n feestje. Vaak van die feestjes bij de Nouveau Riche. Met mensen als Jan de Bouvry. Antoine Baudard. Xander de Boutanier. André Rieu, met zijn hele entourage. Rémi Martin, Marc Dutroux. Ja, vaak georganiseerd door dat echtpaar. Kom, hoe heet ze nou? Christine en Barre le Duc. Ja, ik kwam daar zoveel op Rimboy, echt door het meubilair. Maar die hele ambiance op die feestjes was heel elitair. Ja, als de kledingcode was tenue de ville. Maakte ik dan mijn entree als een soort clochard. Gewoon in een joggingbroek van Le Coq Sportif. Ja, blijkbaar kwam ik toch door de ballotage. Ik denk door mijn beroep als cabaretier heb ik toch een bepaalde statuur. Om zoiets over jezelf in Nederland te zeggen is niet bon ton, maar met mijn oeuvre behoor ik binnen mijn métier toch wel tot de fine fleur. Dus ik werd altijd behandeld met alle egards. Ik ben niet geïnteresseerd in egards, het is mij dus puur en alleen om de honneurs te doen. En ik werd gefêteerd. Privileges. Voor mij allemaal secundair. Ik ben ook iemand die mij maakt niet blij met haute cuisine. Gewoon een jongen. Hè. Ik ben gewoon het gelukkigst met een oer-Hollandse cordon bleu. De hele entourage op die feestjes. Heel opportun. En is van, hey, jij bent toch die conferencier? Ik heb jou gezien in Carré. Oh, chapeau! Zeggen ze dan recht in je gezicht. Maar achter je rug hoor je ze zeggen, hij is op zijn retour.
Hij is passé, weet je, dat hele repertoire. Ze doen het nooit tête-à-tête. Het is nooit vis-à-vis. Ze doen het nooit en plein publiek. Durven ze niet. Zijn ze bang voor represailles? Maar goed, ik ga geen namen noemen. Dat zullen jullie nog wel lezen in mijn memoires. Nou ja, vooruit. In één anekdote. Over een affaire. Misschien meer een escapade. Ik ben nog goed. Ik ontmoette haar bij de V&D. Ja, bij Laplace. Ja. En ze zat daar met een vriendin en een ontbijtje, een croissant, een vers uitgeperste sinaasappelsap. Touché! Ja, en ik met al mijn bravoure, ik denk ik maak een onverwachte manoeuvre. Ja. Dus ik ga erbij zitten, ik zeg ménage à trois! Ja, zij reageert zo heel timide. Ja, ze had al een vriendje. Ik zei, nou, volgens mij is dat vriendje van jou imaginair. Ik ben een charmeur. Puur zang. En ze werkte mijn avances. En daarna heel cliché. Maar we hadden een rendezvous met mijn pied-à-terre. En ja, dit is een saillant detail. Toen ik haar zag bij Laplace in dat etablissement, weet je, femme fatale, vrouw, taille, zo doods en groets, avant la lettre. Maar, ja, waarschijnlijk moet ik naar de opticien. Want toen ze daar lag in mijn ligement, zonder visagie. Blamage. Het was net Bonnie Sinclair. Een totaal ricachet, geen allure, heel ordinair. Het zag er mooi uit, dat décolleté, maar het voelde als papier-mâché. Het was continu was het oh la la, maar op het moment suprême had madame ineens migraine. Ik had geen zin in een scène, dus ik zeg zo heel en passant. Ik zeg, nou, je kan kiezen. Het is of ibuprofen. Of finimal. Ja, daarna nog een hele tour de force. Uiteindelijk een compromis. 69. En van het niveau, ja, dat leek wel een stagiaire. Ja, zo heel blasé, die hele attitude, weet je, alsof ze likt aan een café noir. En ik was in die tijd niet bepaald celibatair, ik zeg geen expert, maar toch wel een routinier. Dus, hè, kom in bed bij mij niet aan met, oh, mooi sherry, in bed wil ik een wijf met Gilles de la Tourette. Maak van mijn pikfilet Amerikaan! Nou ja, wat ik nu ga vertellen, dat is een tikje privé. Maar mijn ejaculaties waren destijds nogal prematuur. Ja. Echt, à la minuut. Ik dacht, nu ja, zij kan nog uren doorgaan, maar er komt geen crème de la crème. Zij rookt daar beneden ook niet bepaald naar eau de cologne. Meer een soort van bouillabaisse. Een soort melange, een potpourri van een verwaarloosde volière. Ja, en een abattoir. Ja. Het zag er ook niet uit. Ik moest steeds denken aan een Bouvier. Die zich te goed had gedaan aan een emmer vol crème fraîche.
Ik moest steeds denken aan de snor van Giel Montagne. Excuus, ik had even een déjà vu. Ja, het stom is dat dit hele nummer heeft ook niet echt een pointe. Ik vond het verhaal bizar. Hoeveel Franse woorden we hadden in ons vocabulaire.